De wedstrijd is begonnen met de aftrap door Barcelona. En hier zien we de beginopstelling van FC Barcelona. Is het opvallend dat de trainer dit systeem hanteert, Jury? Nee, op zich is 4-3-3 een veelgebruikt systeem. Kijk, hij heeft ook natuurlijk de spelers ervoor. Hè? Hij heeft buitenspelers die hun man opzoeken. Die... Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Het scheelt helemaal niks. Ivan Rakitic. Suarez. Messi. Luis Suarez. Messi heeft hem. Lionel Messi. Dat is geen beste voorzet. Zo maak je het de verdediging veel te makkelijk. Paulo Dybala. Alexandro. Paulo Dybala. Prima steekpaas van Dybala. Goeie ingreep door de keeper. Hoewel de bal nog in het spel is. Hij kan voorzetten. Ze hebben geen haast. De bal gaat rustig rond. Messi. Coutinho. Messi heeft hem. De paas van Lionel Messi wordt onderschept. Lionel Messi. Ronaldo. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Er ligt ruimte achter de verdediging, maar dan moeten ze snel handelen. Rakitic. Lionel Messi. De keeper raakt de bal op. Nou, dat moet een goal zijn. Messi! Oeh, daar zal hij van balen. In tegenstelling tot de keeper. Want die maakt de prima redding. Alleen op de keeper af, dat moet het toch in, Evert? Juventus is de grote favoriet van heel veel fans. En dat kan ze ook een beetje arrogant maken. Maar heel makkelijk zullen ze het niet krijgen vandaag. Speelt zich helemaal vrij. Met die tackle herovert hij de bal. Emre Can. Nee, dat lijkt nergens op. Miralem Pjanic. Joao Cancelo. Emre Can. Dit is Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Dybala kiest voor de Emre Can. De kopbal was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Goed gepakt. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij weet die bal weg te werken. Paulo Dybala. Alexandro. Douglas Costa. Dybala nu. Joao Cancelo. Matuidi. Paulo Dybala. Ronaldo gaat scoren, denk ik. De keeper heeft hem. Die bal komt van dichtbij op hem af. Maar wat een redding. Supporters voelen dat er iets in de lucht hangt. Schiet kans van dichtbij. De keeper heeft hem. En dat is de zoveelste corner. Een diepe corner van Dybala. Bonucci. Uitstekend ingegrepen door de keeper. Emre Can. De keeper onderschept de bal. Barça mag blij zijn dat ze hier geen goal op de oren kregen. Fans juichen van opluchting. Barcelona mag door. De scheidsrechter verwacht voordeel. Suarez. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Oh, wat is hij toch balvast. Geen probleem. Rakitic. Goed gepakt door de keeper.
Matuidi. Emre Can. Juventus heeft een enorm gat voor zich aan de zijkant. Hij gooit de bal voor het doel. Daar komt een voorsprong aan, denk ik. Ik denk niet dat dit de bedoeling was, Jori. Het lijkt wel een vuurpijl. Ja, hij komt niet eens op het doel, Evert. Hij krijgt toch nog geel, Jori. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Emre Can. Kijk eens hoe die zijn man daar passeert. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Luis Suarez. Paulo Dybala. De bal rolt zo naar de keeper. Suarez. Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Daar is de poging. En de keeper heeft hem klemvast. De keeper wordt onder druk gezet. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Amateuristisch gespeeld. Daar hoeft de tegenstander niet eens moeite voor te doen. Miral en Pjanic. Heerlijk paasje van Pjanic. Dat moet hem zijn voor Ronaldo. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keeper. Cristiano Ronaldo. Een doelpoging uit die corner, maar de bal gaat er niet in. Als we zo doorgaan, zal hij op een gegeven moment toch wel ingaan. João Cancelo. Alexandro. Chiellini. De eerste helft zit erop en de stand is 0-0. Het is niet te... Juventus trapt af. Ik hoop maar dat ze gewoon blijven voetballen deze tweede helft. Ze wachten geduldig hun kans af. Hij doet het. Bal op de paal en terug het veld in. Daar dachten ze even op voorsprong te komen, maar het blijft gelijk voorlopig. Paulo Dybala. Emre Can. Daar steekt Piqué een stokje voor. Rakitic. Messi. Luis Suarez. Hij weet die paas te onderscheppen. Komt daar de voorsprong aan? Je zou haast denken van wel. En buitenspel voor Suarez. Sergio Busquets. Rakitic. Sergi Roberto. Sergio Busquets. Ivan Rakitic. Emre Can. Oh, wat een juweel van een beweging. Vol geraakt. De bal gaat via de verdediger over de achterlijn en dan krijgen we een corner. Een diepe corner van Dybala. Nou, nu heeft hij de kans om een voorzet te geven. Piqué werkt de bal mooi weg.
Daar is het balbezit. En nu? Coutinho heeft genoeg ruimte aan de zijkant. Luis Suarez. Die pakt die bal op. Die paas wat onderschept. Luis Suarez. Hij is er bijna. Oh, de verdediger steekt daar een stokje voor. Emre Can. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Komt hier de voorsprong. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. De bal is weggewerkt, dat was een heel aardige kans. Balbezit voor Barcelona met de inworp. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Miralem Pjanic. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Luis Suarez. En in een interessante positie ten opzichte van het doel. Zou kunnen leiden tot gevaar. Einde van de aanval. Buitenspel. Dit was een pittige overtreding en de scheids besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. João Cancelo. Douglas Costa. Miralem Pjanic. Jordi Alba. Sergio Busquets. Coutinho. Suarez. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu. Luis Suarez. Suarez! Geweldige snoepduik. Er staan nog 20 minuten op de klok. Hij slaagt erin die paas eruit te halen. Matuidi. Die bal is voor de tegenstander. En buitenspel voor Suarez. Matuidi. Miralem Pjanic. Een lage bal. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes. En allemaal goed. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Lionel Messi. Suarez. Goed. Oh, overtreding. En hij had al geel. De scheidsrechter trekt een gele kaart en daar had hij er al eentje van. Toch al domme overtreding, Evert. Komt dat schot? Mooie vrije trap, maar deze doelman verstaat zijn vak. Listig paasje naar Matuidi. Pjanic! Juri, het probleem is ze missen een koelbloedige afmaker. Kansen zat, maar afmaken homaar. Zonde inderdaad, ze zitten steeds heel dicht bij de goal, maar ja, ze scoren steeds maar niet. Sergio Busquets. Promoveren is zo dichtbij, maar ook weer zo ver weg nu het in de slotfase gelijk staat. Ze zullen vol op de aanval moeten gaan om er toch een overwinning uit te slepen. Ja, één goal is genoeg, Evert. Sergio Busquets schiet kans van dichtbij. Een opgelegde kans, Juri. Die mag je zo niet om zeep helpen. Ja, klopt, Evert. En het is ook niet een beetje een missen. Maar die bal mist werkelijk alle richting. Dit is de missen van het seizoen. Het staat nog altijd gelijk hier. Maar Barcelona probeert op voorsprong te komen. Verdedigd. Miralem Pjanic. Coutinho. Luis Suarez. Een penalty op een wel heel cruciaal moment.
strafschop. Is dit een laatste wending in deze wedstrijd? Ja, maar dan nu die strafschop nemen. De druk is groot. De doelman stopt de penalty. Zwak ingeschoten, hè? Rakitic. Terug in het veld via de paal. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. Oh, ze zijn de bal kwijt. Die bal is een heerlijke bal van Matuidi. Coutinho. Messi. Rakitic. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. We krijgen maar 2 minuten blessuretijd. Ivan Rak. Gaan ze hier de leiding nemen? Wat een doelpunt. Nou, ze staan op voorsprong en als het zo blijft, dan gaan ze promoveren. Ja, goed blijven concentreren en niets meer weggeven. Is dit de beslissing, Juri? Het lijkt er wel op, Evert. Echt een mooi moment om op voorsprong te komen. Douglas Costa. Hij gaat er de goal af. Emre Can. Cruciale tackle. Barcelona wint vandaag de wedstrijd. Het seizoen zit erop en deze club mag volgend seizoen in divisie 8 laten zien wat ze waard zijn. Hoe vond je Luis Suarez vandaag? Dat winnende doelpunt zo laat in de wedstrijd, die staat morgen op de voorpagina van de kranten, Evert. Wat een geweldige manier om de wedstrijd af te sluiten. Daar komt de kans aan om een voorsprong te nemen. Matuidi.